In 1894 werd ik geboren in het West-Vlaamse Wakken, alwaar de Vlaamsgezinde Hugo Vriest priester was. Onder zijn invloed werd ik flamingant. Mijn vader was notaris en was enige tijd burgemeester van het dorp. Ik was als oudste zoon voorbestemd in zijn voetstappen te treden en rechten te studeren. Ik volgde om die reden mijn middelbaar onderwijs aan het Franstalige jongensinternaat Sainte-Barbe in Gent. Mijn Vlaamsgezindheid werd er niet minder om, en eenmaal op de universiteit beland, werd ik voorzitter van de Rodenbachsvrienden. Ik dichtte er: mijn schone Vlaamse volk moet meevliegen in mijn gedachten, veredeld en versterkt in menselijk vrij gevoel. Ik vervolg mijn ideaal met al mijn stoutste krachten. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog trok een zware wissel op mijn levensloop. Ik werd opgeroepen voor militaire dienst en naar Frankrijk gestuurd voor training tot sergeant. Vanaf 1915 bevond ik me aan het ijzerfront. Ik engageerde me in de frontbeweging samen met andere soldaten uit hetzelfde Vlaamsgezinde studentenmilieu. Ik werd officier, maar mijn medewerking aan de open brief aan de koning in 1917 bracht mij in aanvaring met mijn superieuren. Ik werd gedegradeerd en naar een strafkamp gestuurd. Toch stond ik op eigen aandrang weer aan het front voor het eindoffensief in 1918. Te voet, Merkem, Kippen, Wouwen, Klerken, Zarn, het geharrewar op de weg, ongehoord, het veroverde terrein, de gesneuvelden, van 1 tot 11 uur 's nachts ronddolen door de regen, gerij, kou, honger, branden in de verte. Waarheen? Na de oorlog hervatte ik mijn studies in Gent, maar de Vlaamse zaak liet me niet meer los. In 1921 stond ik op aandringen van Cyril Verschave op de kieslijst van de Frontpartij en werd verkozen in de Kamer. Ik was echter actiever buiten de Kamer dan erin. Het spraakmakende tijdschrift Ter Waarheid werd op mijn initiatief opgericht en op Groot-Nederlandse studentencongressen trad ik regelmatig op als spreker. Ik werd leider van de Vlaams-nationalisten in West-Vlaanderen met als kern mijn kiesdistrict Roeselare-Tielt. In 1929 werd ik niet meer verkozen voor de Kamer, maar op dat ogenblik had ik al een andere marsrichting ingeslagen. Ik streefde vanaf 1931 compromisloos voor Groot-Nederland, het samengaan van Nederland en Vlaanderen en het solidarisme, een sociale leer gebaseerd op de encyclieken van de Rooms-Katholieke Kerk. Voor het verwezenlijken van dit programma stichtte ik een buitenparlementaire organisatie, het Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen, of kortweg Verdinazo. Het Verdinazo was een revolutionaire organisatie met een militie om de Belgische staat omver te werpen. De omwenteling die aan de gang is, zal niet het werk zijn der massa's. Geen enkele omwenteling is het werk der massa's. Maar deze omwenteling gaat juist tegen de massa in. Zij is een strijd tegen de massapsychose. Zij is een strijd om het volwaardig herstel der kwaliteit op al de gebieden des levens. In 1934 initieerde ik de nieuwe marsrichting. De Walen mogen ook deel uitmaken van het nieuwe Dietsland. Als ze dat niet wensen, dan zijn zij de separatisten. Vanaf dat moment streefde ik een hereniging van België en Nederland na. De militie vormde ik om tot een orde, een imponerende elite. Het Verdinazo zegt en roept niet, maar imponeert. Volk, staat, keurploegen, aristocratie, grootheid. Geen kleinheid meer. Geen Belgisch separatisme, geen Vlaams separatisme, maar herstel van de eenheid der Nederlanden. Dat wat ooit een volmaakte eenheid was. De 17 provinciën. In Nederland, Vlaanderen en Wallonië streefden die nazo's onder mijn bezieling daar naartoe. De oorlogsdreiging maakte de hereniging nog dringender dan ooit. Wie zou immers ons durven de les te lezen of zelfs maar binnen willen vallen als we met Nederland en België samen één groot leger op de been brengen? Ik zei tegen mijn mannen,
Wees de dappersten onder helm en de besten aan het geweer. We raakten op 10 mei daadwerkelijk opnieuw betrokken in de draaikolk van een nieuwe wereldoorlog. Ik werd opgepakt door de Belgische overheid, voor wie mijn mannen nu vochten en wiens neutraliteitspolitiek ik had gevolgd. Zonder proces werd ik gevangen gezet en zonder verzoek werd ik pardoes overgeleverd aan de Franse autoriteiten. Eenmaal aanbeland in Abbeville, begonnen Franse soldaten mijn medegevangenen te executeren. Ik moest handelen en trad naar voren om de zinloze slachting te stoppen. Bajonetsteken en kogels waren het Franse antwoord op mijn wijze woorden. Mijn lichaam stortte ter aarde aan de zuidelijkste grens van de Nederlanden, aan de Somme. Daar richten mijn getrouwen een graf voor me in, waar mijn volgelingen me jaarlijks komen begroeten.